Hallo, goeiedag met Timmy hier. Leuk dat jullie weer af zijn op mijn kanaal. Vandaag wil ik het eventjes met jullie hebben over Prime XBT. Een exchange waar dat je allerlei zaken kunt mee doen, zoals trading en co-vesting en nog allerlei andere zaken. Vandaag gaan we eens eventjes de basis bekijken van deze exchange en wat... eventjes een rondleiding eigenlijk door het platform zelf. Wil je gebruik maken van Prime XBT, dan kan dat via mijn reflink primexbt.timvanhoole.eu. En dan gaan we eens eventjes kijken naar deze exchange. Vinden jullie mijn video's leuk? Vergeet zeker geen thumbs up achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbool te drukken om in de toekomst op de hoogte gesteld te worden van nieuwe video's. Wil je naar specifieke deel van deze video overgaan, dan kan dat door onderaan in de timestamps te klikken op de specifieke delen van de video die voor jou interessant lijken. Wil je de video iets sneller afspelen omdat je vindt dat ik veel te traag praat, dan kan dat door de video op X2 te zetten. En dan gaan we nu zo eventjes over naar Prime XBT zelf en gaan we eens kijken wat we allemaal in die exchange kunnen zien. Dus dan gaan we nu eventjes over naar de computer. En dan zien we hier het totale fonds. Dat is hetgeen dat er nu momenteel op staat. Dat is €171. Maar als je hieronder gaat kijken, zie je dat er in mijn wallets precies niets in staat. Dat is omdat je altijd van die wallets eigenlijk overtransfert naar je margin account. Of naar je co-vesting module. Over die twee zaken ga ik later eventjes meer praten, maar nu gaan we het eventjes hebben over hoe dat je hier eigenlijk geld kunt opzetten en hoe dat je het kunt overzetten tussen de verschillende modules. Dus eerst en vooral zie je dat je Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC en co-vesting hebt. Wat ik eventjes wil opmerken is dat je met die co-vesting eigenlijk, als je daar genoeg van koopt, dat je daar bepaalde voordelen mee krijgt, zoals bijvoorbeeld geen fees of meer interest of zo op bepaalde zaken van het platform. Wil je eigenlijk die co-vesting aankopen, maar weet je niet onmiddellijk waar dat je die kan kopen, dan kan je gewoon hier op de exchange zelf op exchange drukken en kan je eigenlijk Bitcoin of een andere crypto overzetten naar die co-vesting en dan heb je die ook onmiddellijk bij de hand. Wil jij nu geld opstorten? Ja, dan kan dat niet rechtstreeks in fiat. Dus je moet een andere exchange gebruiken, zoals bijvoorbeeld Bitfavo of zo, om rechtstreeks je crypto erop te zetten. Crypto.com is ook nog een goede om rechtstreeks fiat eigenlijk op een exchange te krijgen. En dan druk je hier op deposit. En dan krijg je hier een adres eigenlijk om Bitcoin te storten, Ethereum, USDT, USDC of die COV. Wil je geld terug afhalen, dan druk je gewoon op withdraw. Vul je hier een adres van een andere exchange in, waarna je het geld tot overzetten. En dan is dat ook weer overgeschreven. Als je nu zegt van ja, ik wil geld op mijn margin account zetten. Ja, dan moet je dus eerst dat geld hierop storten in die wallets. Dan komt dat zichtbaar in die wallets. En dan kan je hier bijvoorbeeld een margin account aanmaken. Ik heb er nu al twee aangemaakt voor BTC en voor Ethereum. Maar je kunt er dan nog eentje voor USDT aanmaken of USDC. En dan kun je eigenlijk die accounts funden door op fund te drukken. En dan kan je geld overzetten van die wallets die je ervoor zag naar die margin account. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die co-vesting portfolio. Normaal gezien kan je hier ook geld assigneren aan een bepaalde persoon en dan gaat dat ook van die wallet af. Voor de rest zie je in het platform hier dus dat je de mogelijkheid hebt om te margin traden. Het is een beetje een ander systeem dan gewoonlijk, dus dat je niet zo X3, X2 en zo verder, maar dat je meer eigenlijk met het systeem werkt van Forex. Dat je een bepaald hoeveelheid assigneert, dus 0,01, 0,1 gewoon, of 1 unit. Het is een beetje een ander systeem, je moet er een beetje aan gewend worden. Vooral het interessante is die co-vesting, daar gaan we het nog eens eventjes over hebben in een andere video. En je kunt dan ook hier aan de zijkant kijken naar bijvoorbeeld je reports, waar dat je je trading history kunt zien en je transfer history. Ja, en dat was eigenlijk
eventjes een basisrondleiding door het Prime XBT platform. Vonden jullie deze rondleiding leuk? Vergeet dan zeker geen thumbs up achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbool te drukken om in de toekomst op de hoogte gesteld te worden van nieuwe video's. Dan hoop ik jullie terug te zien in een nieuwe video. Tot de volgende keer. Dag!